Vlamingen zijn een milieubewust volk. We zijn wereldtop in het sorteren. Onze bedrijven leveren immens veel inspanningen en iedere Vlaming hanteert en koestert het principe van de vervuiler betaalt. Wie het over milieu heeft in Vlaanderen, kan het vandaag de dag ook niet anders hebben dan over het energievraagstuk. De spectaculair gestegen prijzen duwen ons trouwens iedere maand met de neus op de feiten wanneer we de rekening van gas en elektriciteit moeten betalen. Daarom bekijkt het Vlaams Belang iedere energiekeuze pragmatisch en met een open blik. Dogmatisch doemdenken en klimaatfetischisme vervuilen het rationele debat omtrent energie. Ieder voorstel in zaken energie moet volgens het Vlaams Belang voldoen aan 3 B's. 1. Het is betaalbaar. 2. Het is betrouwbaar. En 3. Het is beter voor het milieu. En dus als energie betaalbaar moet zijn, dan vergeten vaak groene politici, staan ze niet stil bij het feit dat hun ideologisch klimaat dogmatisme ook een stevig prijskaartje heeft voor de burger. Groene stroom is inderdaad vaak dure stroom. Enkel de happy few die zich een af te schrijven Tesla kunnen permitteren of dure zonnepanelen kunnen leggen op hun afbetaald huis, die hebben daar geen last van. Maar het Vlaams Belang, in tegenstelling tot die linkse partijen, is niet blind voor het feit dat er ook in Vlaanderen heel wat energiearmoede heerst en dat dat probleem steeds groter wordt voor veel gezinnen. Maatregelen opleggen die de energiefactuur nog doen stijgen, zijn voor ons als sociale nationalisten dus uit den boze. 2. Energie moet betrouwbaar zijn. Nationalisten vinden dat de staat bescherming moet bieden aan zijn volk, net zoals een huis dat doet voor een gezin. Energiezekerheid is daarom voor ons fundamenteel. Zelfvoorzienend zijn is een noodzaak. Vandaag is er absoluut geen aandacht voor dit aspect. En als we na de Russische agressie in Oekraïne hebben we direct de gevolgen gezien wat dat heeft, zo'n feit op wereldschaal, welke gevolgen dat direct heeft voor de portefeuille van de Vlaming. De Belgische staat legt ons trouwens niet enkel, legt ons ook nog een afschakelplan op. In Vlaanderen kennen we een afschakelplan. Wanneer er energie schaars is, elektriciteit schaars is, dan moet in een bepaalde volgorde het elektriciteitsnet afgeschakeld worden om een algemene blackout te vermijden. En de derde B was de energie moet beter zijn voor het milieu. Het energiebeleid moet ertoe leiden dat we niet meer, maar minder vervuilen. Niet iedere groene energietransitie is daarom beter voor het milieu. En daarom moeten we even kijken naar bijvoorbeeld Duitsland, waar de kernreactoren zeer snel werden afgeschakeld en gesloten. En vandaag moet men daar de energietekorten opvullen met het verbranden van bruinkool. Die wordt massaal gedelft, de bossen moeten daarvoor verdwijnen. Wordt daar zoals vroeger in Vlaanderen de steenkolen gestookt, wordt daar nu bruinkool gestookt. Met zulk groen energiebeleid krijg je natuurlijk niet enkel minder energie, maar ook minder bossen en een hogere factuur en bovenal ook nog een hogere CO2-uitstoot. Het Vlaams Belang kiest dus niet voor het overdreven klimaatalarmisme, maar voor energierealisme. En dus ook voor energie op mensenmaat. We hebben vertrouwen in de technologie die voorhanden is en de vooruitgang die nagenoeg dagelijks door onze wetenschappers allerhande wordt geboekt. En we geloven dat, mits de juiste keuzes natuurlijk, een beleid kan gevoerd worden waar iedereen beter van wordt. Hoe dat we dat doen, wordt vanavond toegelicht door onze energiespecialist Regino van Lommel. Hij is afkomstig uit Turnhout, 36 jaar, en is mijn collega in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Maar vanavond neemt hij u mee in de visie van het Vlaams Belang over energie. Graag uw aandacht en applaus voor Regino van Lommel.